Schrijversgroep 77 viert vandaag haar 45-jarig bestaan. Voorzitter Robbie Parabirsing, beter bekend als Rappa, doet een tevreden terugblik en zegt dat het werk dat de organisatie heeft verzet voornamelijk ligt in het begeleiden van jongeren naar volwassenheid met de juiste waarden en normen. Deze inzet is volgens de voorzitter terug te zien in de diverse Surinaamse publicaties. Deze mijlpaal zou echter niet zijn bereikt als de organisatie niet zelfstandig was. Er zijn moeilijke dingen als schrijvers, als dichters. We worden niet ondersteund door niemand. Ja, door onze sponsors en door ons publiek, dat wel. Maar we hebben daardoor geleerd om zelfstandig te surviven. Want alles aan een boek is importcomponent. Dus als koersen verschillen omhoog gaan, de waardedaling van het geld, gaat dat rechtstreeks op ons werken, op ons product. En toch gaan we door. Toch publiceert Ismene de kinderboeken. Toch publiceer ik de boeken van niet alleen mezelf, in tegendeel meer van andere mensen dan van mezelf. Toch Gerrit Baron, toch Indra Huur, toch noem ze maar op, Alfons Levens. We publiceren voort. We wachten niet op die overheid, want die heeft geen geld voor ons. Ze helpen ons waar ze kunnen, maar wij moeten vooral onszelf bedruipen. En dat is noods met donaties aan de schoolbibs, pakketten aanbieden dat het bedrijfsleven dat kan helpen sponsoren. Dat we die jeugd tenminste die broodnodige informatie kunnen geven over het eigene. Rappa geeft aan dat schrijven een kwestie is van rijping. Met de nadruk op jong geleerd is oud gedaan. Kinderen moeten vroeg beginnen met schrijven, zodat ze ook een gerenommeerde schrijver kunnen worden, meende voorzitter van Schrijversgroep 77. Je gaat niet direct een gerenommeerd schrijver kunnen worden. Zoals je ook niet als voetballer pas begint, dan ga je direct in de wereldtop, WK. Je gaat moeten verhusselen, trainen, doen, naar het buitenland gaan, zoals onze schakers. Ja, heb je geen top, maar je hebt gepresteerd, je bent daar geweest, je hebt je naam gevestigd, je hebt lering getrokken, volgende keer doe je het beter. En zo gaat het ook met schrijven. Maar daarom hebben we jonge mensen nodig die bereid zijn dat traject af te leggen. Straks komt er weer een nieuw boekje vanuit uitgeverij van Ismene, waarin jongeren zelf een leuk modern verhaal vertellen, ja, op hun manier. Rappa vertelde eerder aan onze nieuwsdienst dat jongeren bereid zijn hun plaats in de organisatie in te nemen. Hierdoor kan hij met een gerust hart zeggen dat er een toekomst is voor Schrijversgroep 77.